Wij hebben helemaal geen kerstdagen meer. Ja, hij ligt in een coma, dus ja, ik moet nu alleen maar regelen, dingen, en ga ik naar het ziekenhuis. Dus mijn kerstdagen, denk ik, daar zijn in Rotterdam in het ziekenhuis. Marlene had zich de kerstdagen heel anders voorgesteld. Toen gisteravond een vuurwerkbom afging in de Zoetermeerse wijk Buitenweg. Omwonenden kijken verbijsterd toe als drie auto's in vlammen opgaan. Heb je lef om je auto weg te halen? Hè? Wat de hel gek. Sommigen proberen met gevaar voor eigen leven hun auto te redden. Voor de man van Marlene gaat dat mis. Terwijl hij in zijn auto springt, vliegt zijn jas in brand. Hij moet met zware brandwonden naar het ziekenhuis. De volgende ochtend resteert een zwarte plek met as. De auto's zijn weggesleept en de buurt is zich rot geschrokken. Nou, gisteravond, ik denk om 9:30 hoorden we een gigantische knal. Nou echt, dat was ongelooflijk. Ik dacht dat mijn ruiten eruit knalden. Ja, toen zagen we een grote rookpluim boven het flatje hier. Met de lichtflikkeringen van het vuur, zeg maar. En toen kwamen alle ambulance en de politie en van alles eigenlijk. Ja, dat is jas van mijn man toen hij gaat in de auto. De man van Marlene is verminkt voor het leven. Dat hele gezicht is verbrand. Hij heeft dit stukje geen haren en lippen zijn echt. En de gaande met de gaande is erg. Dat is erg met de gaande. Dus die dokter zei dat waarschijnlijk hij moet geopereerd worden. Hij moet transplantatie hebben. Onduidelijk is nog wie er zo gek is geweest om een zware vuurwerkbom onder een auto af te steken. Je kunt zich voorstellen dat het een enorme impact heeft op de bewoners en het gezin wat hierdoor getroffen is. We willen deze daders ook zo snel mogelijk van de straat hebben en daarom zijn we op zoek naar getuigen van dit incident.